Zo, we beginnen het vlogavontuur weer waar we het de vorige keer hebben afgesloten. Want ongeveer een jaar geleden heb ik op wintersport mijn schouder afgescheurd en daarom gestopt met vloggen, omdat ik eigenlijk helemaal niks meer kon. Dus we hebben een leuke groep bij elkaar verzameld, een dikke Q7 meegekregen en we gaan op wintersport en we gaan weer vloggen. Hoop ik dat ik het nog kan. En het is 5:30 ochtends en wij zitten in de auto onderweg naar Oostenrijk. Gaat het goed met jullie? Nou, niet als je zo'n tegengrote land in mijn ogen schijnt. Oh, en met jullie? Kijk goed hier. Zo, en ik heb nog even de eerste 3 uur lekker geslapen. Timo en Tim hebben voornamelijk gereden. Maar we zijn dus onderweg naar wintersport. We gaan naar Zalbach Hinterglemm. En we gaan weer snowboarden. En nou, zoals jullie dus weten, vorig jaar heb ik mijn schouder afgescheurd. Voor de mensen die het niet mee hebben gekeken. Kijk, er zit hier een... Zo, dat was de drone. Holy shit. Ik heb vorig jaar mijn sleutelbeen daar helemaal afgescheurd. Toen ben ik in maart geopereerd volgens mij. En nu sinds een maand kan ik pas weer alles. Alleen het ding wat ik echt het liefste wilde doen was daadwerkelijk weer snowboarden. Dus we gaan nu weer terug. Dit deden ze echt gewoon puur omdat ze zagen dat we het filmen waren. Ja, ik denk wel. Dat is echt kut. Maar ik wilde het heel graag weer doen. Alleen ik merk nu dat als ik... Alles gaat fout. Ik ga rustig wat opnemen. Ik dacht dat ik zeg maar niet zo bang ervoor zou zijn. Maar nu ik zeg maar moest nadenken over weer hard naar beneden boarden en salto's, merkte ik in mijn hoofd dat ik al bang was voor snowboard. Dus ik hoop echt dat het goed gaat. Dat ik niet te bang ga zijn. We hebben dus Zilver, Nike, Tim, Timo en mij mee. Dus dat moet wel weer echt terror worden. What the fuck? Wij staan hier te kijken. En moet je kijken. Er staat een auto met een klein deukje erin. Denk je van, moi. Oké, een... vluchtband, een 130 km per uur band. Geen kentekens, die zijn er afgehaald. Er ligt ook nog een pakje peuk op het dak. Dus wij dachten van, wat de fuck, ziet er raar uit. Wij kijken hier naar binnen en er liggen daar 1, 2, 3, 4, 5 telefoons. Nu zit jouw vinger op afdrukken op een Opel-auto. Oh shit! Ik wilde het ook proberen, toen dacht ik van nee, ga ik niet doen. En er liggen 3 gasbranden. Voor de rest is alles helemaal leeg getrokken. Ze hebben gewoon een soort van bank open proberen te stelen met gasbranden. Tim die wordt zo meteen opgepakt omdat ze een fingerprint erop zit. Ik heb hem weggesmeerd. Ja. Ik moest tanken en ik had echt in mijn hoofd dat wij een dieselauto mee hadden gekregen. En ik sta met die diesel en ik kijk naar dat gat. Ik zo, dat is geen dieselgas. Is dat geen diesel? Nee, het is een benzine. Er staat hier ook. E5 of E10. Maar wij waren allebei van overtuigd dat het een diesel was. Yo, ben ik even blij dat ik gisteren niet getankt heb, maar ik had er zo diesel in geflikkerd, hè. Want deze is een dikkere snuit, zeg maar, dan wat ja, een benzine is. En er zit al zo'n ding. Dus ik zat met dat ding dus ook, dat past niet. Dus dan kijken, goed dat ding in de tank. Ik had er echt diesel in geflikkerd als het kon. Hé, hey, maar wat is dat? Sneeuw! Het is sneeuwend! Ik word zo fucking blij ervan. Waar ik niet zo blij van word, ik zit ondertussen hier naar te kijken. Dit ding, kijk, er zit best veel beweging in. Dus als we 130 rijden, dan gaat dat ding zo. Dus ik ben dit een beetje bang dat het ding eraf knikkert. En we rijden in Duitsland met een Q7. Dus eigenlijk kunnen we fucking hard rijden, maar door die dakkoffer durf ik dat niet. En we gaan weer een hele saaie vakantie hebben. Dus op mijn rug, boring trui. De boring trui en de racer, hoe die staan nog online. Er zijn misschien al een paar uitverkocht. Sinds gisteren voor ons staan ze online. Maar deze en deze zijn online gekomen. En natuurlijk alle andere items die altijd nog op bossenbeet.com staan. Dus wil je nou wat? Check het. Super vet. Ik vind het altijd leuk als jullie de merchandise kopen. Omdat ik jullie er gewoon mee zie lopen. Zo vet dat jullie zeg maar, de kleding die ik eigenlijk als een grappig iets zie. Gewoon een vet project dat jullie dat ook daadwerkelijk dragen. Dus daar word ik altijd heel blij van. €130 man. God man de jullie. We zijn lekker aan het rijden. We moeten nog 3,5 uur volgens mij. Echt? We zijn niet aan het rijden, we staan stil. Nog maar 3,5 uur. Gast jongens, waarom zijn jullie allemaal zo fucking dat? Nu wel een beetje kort. Wow! Recht vanochtend om 4 uur of 4:30 ochtends zaten ze ook al zo irritant te doen de hele ochtend. Dus ik hoop dat ze vanavond zo moe zijn dat ze de rest van de... Dik op kont. Ah, joh. Ja, we dat niet meer doen? Ja, kijk, weet je wat het ding dus is? Wij hebben een hybride auto, dus dan denk je, nice, zet ik hem bij de oplader neer. Kan je dus niet met een supersnelle oplader, maar alleen met een slome oplader. Alleen, die zit hier niet. Dus we kunnen niet opladen. En ik heb de laadkabel thuis gelaten, want ik had geen zin om mee te nemen. Dus we gaan de hybride niet als hybride gebruiken. Ik ga nu wel de auto parkeren op de parkeerplaats. Doei. Doei. Zo, en zoals jullie weten, ik heb 850 dagen gevlogd. En ik ben nu ongeveer 9 maanden eruit. Dus het is voor mij oprecht weer raar om dit te doen. En ik weet nou niet zo goed of ik zeg maar een soort van halve presentatiemode aan moet nemen. Of dat ik gewoon echt daadwerkelijk mijn leven moet vertellen. En ik denk dat wat ik nu met de vlogs wil gaan doen, is gewoon veel meer echt vertellen. Minder... Oh, wat je blijft, mommy.
wat zeg maar eigenlijk de meeste vloggers wel zijn. Ik wil gewoon heel chill eigenlijk gewoon mijn ding vertellen. Maar laten jullie maar weten wat jullie van de vlogs willen zien. Willen jullie het heel echt en waardoor het misschien wat saaier is? Of willen jullie wat meer hype, extraverte dingen? Extroverte dingen. Dus daar ben ik wel benieuwd, maar laat me weten. Ik ga nu mijn Subway broodje eten om de dag door te komen. En dan gaan we de laatste 3 uur even rijden. Ik voel vrienden voor jou. Want ik ben een soldaatje. Nooit jij los. Doe zijn je terugten. En ook hoe lekker zo. Hammer time. Nou, we zijn in Oostenrijk op dit moment. En onze mooie Q7, die jullie trouwens nog helemaal niet hebben gezien. Kijk, dit is de Q7. Heeft ons een goed één gedaan. Dit is best zwaar. Buikspieroefening. Ik heb geen buikspieroefening. Ja, zo. Nee, dit is de Q7 en ik heb eigenlijk mijn Q4, mijn elektrische auto, even tijdelijk ingewisseld voor deze. Deze heb ik ook van A-Point meegekregen, dus dankjewel A-Point. Q7, hybride, 250 kW, dus volgens mij is dat 330 pk of zo dat hij heeft. Dus best snel. We hebben dus alleen de oplader vergeten, dus we kunnen alleen de benzinekant gebruiken. Epic shots. Waar we nu rijden, 0,0 sneeuw. Het lijkt hier gewoon warm. Hoe warm? Oh, het is wel maar 2,5 graden, dus wel vrij koud. Maar het lijkt hier oprecht gewoon zomer. En we zijn allemaal zo onvoorbereid, zeg maar, hier de vakantie ingaan. We wisten allemaal niet meer hoe het appartement eruit zag. Oh, livecam. Livecam, er is gewoon sneeuw, niks aan de hand. Nou, het valt wel mee hoor. Maar het fijne is, we hebben iets geboekt waar een gletsjer bij zit. En omdat we redelijk vroeg in het jaar zijn, een gletsjer betekent dat er altijd sneeuw is. En omdat we redelijk vroeg in het jaar zijn, is dat goed, dan heb je altijd sneeuwgarantie. We hopen maar dat de sneeuw overal een beetje oké is. En anders moeten we alleen de gletsjer blijven. Hallo en een schönen guten Tag. Geschwindigkeitscontrole. Do you speak English? Hello. Hello. We are making speeding control. Oh yeah. I'd like to have your driving license and your vehicle. Wil je nog een dashboard hebben? Nee, omdat ze het helemaal gewoon dus echt niet zien. Oh ja, ze hebben een laser. Oh, I'm measuring. Komt terug, heb ik op. There's 50 kilometers an out and I measured you with 70 kilometers. Okay. Oh no. 35 euros. And it's okay. Then it's okay. Then it's okay. That's cash? Okay, cash or card? We don't have this in Netherlands. To pay directly. You have to pay cash? No, you can't pay. You get like the fine at home and after like a month you have to pay. Chukkeltje. Wat heb je nou gedaan, Marcus? Je wordt gelijk gestraft. Gast. Ze zijn fucking super aardig inderdaad. 35 euro voor 20 te hard. In Nederland is dat 200. Ja, ik dacht al bij me. Oh, doe maar. Ja. Dit is wel voor het eerst een boete. Boete. Voor het eerst een boete waarvan ik hem dus echt niet had verwacht dat ik hem zou krijgen. Ik wist echt niet waarvoor ze me aan gingen houden. 35 euro. Gast. Waar lullen we over? Dan hadden we net broodje. Zet hem maar in de wie betaalt wat. Maakt me niet eens uit. Maar de lunch van net was duurder. Vroeg ook aan hem van ja, daar spreek je Engels. Hello. Hello. Do you speak English? Hello. Goed, nou oké, dus 20 te hard rijden, dat is op zich wel oké te doen. Wat lach jij? Gewoon, jij was een beetje aan het einde van je strijd, hè? Ja. Ik ben moe. Wij rijden die kant op en volgens mij de berg die je daar dus ziet, is dat de berg waar wij ongeveer omheen skiën of omheen gaan. Dus we rijden hier zo meteen nog even doorheen. Laatste stuk gaat Timo denk ik weer even rijden. Ik heb nu 5 uur gereden, 4 uur? Nee, wel langer. Want we moeten nog een half uur. Wij hebben met z'n 2 4 uur gereden en het is ruim 10 uur in totaal. Ja, ik moest 5,5 uur toen ik ging rijden. Dus ik heb 5 uur gereden inderdaad. Ja. Dus 5 uur gereden, laatste half uurtje door Timo. En dan zijn we er! Hey Boas. Ja? Hey, je hebt mijn onderbroek aan! Ja. Lekker houden! Te koop Boas in B.com. Ik had deze wintersport geboekt zonder überhaupt te kijken zeg maar, naar waar we eigenlijk heen gingen. We keken gewoon naar enigszins goedkoop en een mooi ding en oké, skigebied. Nu blijkt het dat ik hier 2 jaar geleden, toen ik met Jump zo Ede bezig was met op te zetten, toen ben ik samen met Niels op wintersport gaan. Dat we er heel veel mee bezig waren, zeiden nou, gaan we ook samen wat leuks doen. Dat hotel van ons, dat zat oprecht hierachter. Dus ik ken het hier al een heel klein beetje. Ik heb bij die ski depot ruzie gehad met iemand die mijn bord moest slijpen, maar niet goed had gedaan. Gaan we revenge halen. Ik heb een scheetje gelaten en het stinkt. Ik loop vast even naar binnen. We zijn in het appartement. Ik heb echt geleerd altijd cashgeld meenemen als je op vakantie gaat. Want ik heb, toen ik mijn rijbewijs kwijtraakte, 750 euro cash bij de Franse politie af moeten tikken. Daardoor heb ik een beetje geleerd dat het dus echt nodig is. En nu weer, werkt ons pinpas niet. Moest je 300 euro betalen. Maar wie had er cash mee? Oh, we lopen te ver. Oh, we lopen veel te ver. Alleen nu had ik dus cash mee, waardoor we het gewoon konden betalen en we dus wel in het appartement mogen. Dus als je op vakantie gaat, neem altijd cash mee. Zo, en hier staan alle bordjes. Nu krijgen we wel weer een beetje het windsportgevoel. Dit is mijn bord en vorig jaar heb ik hem echt goed toegetakeld. Dus overal zitten krassen en dingen.
Nou heb ik hem nog even laten waksen. Dus als het goed is, zou hij morgen wel redelijk moeten kunnen. Nu mogen jullie raden. Welk bord hoort bij wie? Jullie weten dat die van mij is. De andere mogen jullie raden. We hadden alle boards uit elkaar gehaald, omdat het dan makkelijker is om ze mee te nemen. Want dan kan je ze allemaal stapelen in één boardbag. En ook al een hele grote auto en het dakkoffer hadden enigszins ruimte tekort. Dus nu zit iedereen zijn bordjes weer in elkaar te zetten. Het enige leuke is dat niemand weet hoe het moet. Snap je het al? Nee. Zo. Auto is weggezet en we gaan nu even lekker wat eten. We wilden eigenlijk vanavond zelf koken en we hadden heel goed bij de Lidl alvast boodschappen gedaan. Enige ding, we waren peper, zout, ui en knoflook vergeten. Dus we gaan toch weer uit eten. Vanavond gaan we ook een leuk spelletje spelen, want we zouden eigenlijk Sinterklaas, Kerst en Nieuw vieren. Dus dat doen we met een soort dobbelspel. Dus iedereen heeft een leuk cadeautje en een stom cadeautje meegenomen. En dan gaan we zeg maar ons eigen feestje ervan maken vanavond. Zo, de eerste is al op. De tweede heb ik besteld. En ook een pizzaatje. Oh, het ziet er zo lekker uit. Deze is groter dan jouw toekomst, joh. Kijk dan. Die ga ik helemaal opeten. Daar komen de anderen aan. We hebben eigenlijk alleen maar pizza margarita's, want wij konden niks vegetarisch vinden. En zij zijn gewoon standaard gastjes die alleen maar margarita's eten. Thank you. Zo, ik merk één biertje oprecht nu al. Ik heb er nog één besteld. Maar dat was niet heel één biertje? Dit is een hele vaas. We hebben en heel weinig geslapen, de hele dag gereden. Weinig dus gegeten. En je drinkt niet veel, dus ja dan. Ja, die drinken. Ja. Zo, de cadeautjes liggen. En wat gaan we doen, Ike? We gaan gewoon dobbelen, maar het heet het Sinterklaasspel als ik het opzoek. Oké, wat is de intentie van het verhaal, van zeg maar het spel? Iedereen heeft twee cadeautjes gekocht. Eén leuk cadeautje en één beetje grappig, stom of een cadeautje wat niemand wil hebben, zeg maar. Dan gaan we dobbelen en dan gaan we het ruilen elke keer. En dan elkaar doorgeven en weer afpakken. En wat dan uiteindelijk bij jou ligt, dat is voor jou. Pak een cadeautje, maar pak hem niet uit. Ik mag gewoon nu één voor jou neerleggen. 3. Je bent koude lekker. Pak een cadeautje en pak hem uit. Echt? Wow, Ritsels. Ja, met één jullie daar niet zo ben jij. Nice. Nu is het laatste van deze ronde en ik heb een 6. Dat was ook pak een cadeautje, maar pak hem niet uit, ja, hè? Klopt. Nou, dan ga ik die pakken. Dan gaan we nu even naar een timelapse en dan zien jullie zo meteen als we cadeautjes het werk uit gaan pakken. Goed, na één ronde heb ik een bucket met afvalkorn en ik heb deze. Moet je kijken wat ik kan. Goed, zilver. Ik heb een zonnebril en dankjewel. Ik heb een horloge voor mannen. Mikado, laserlamp en bierpomp. Eigerkaars. En wat we nu gaan doen is nog een keer eigenlijk dobbelen en nu mogen we dus een beetje van elkaar afpakken. Dus wat is het welbegeerde? Wat wil iedereen hebben? Ik hoef eigenlijk niks van deze troepje korn. Ik wil eigenlijk, ja, nee, die wil ik. Die wil ik houden. Nee, die wil ik. Die is leuk. Die wil ik. Maar ik wil deze en de geurkaars en de pinguïn. Die zullen we hebben dan. Oké, we gaan door naar ronde 2. Timelapse. Ik wil niks weggeven! Nee! Zes, kut! Nee! Zes, kut! Nee! Zes, kut! Nee! Ja, nee! Ik heb gewonnen, want ik heb het ei. Ik heb een geurkaars en ben blij mee. Alcohol, bierpong en chocolaatjes. Zijn jullie ready? Ik heb Hij staat je wel weer goed. Hij past wel, ik moet even een stickertje eraf halen. Ja. Weet je wat het leuke is? Dat zeg maar, ik had eigenlijk een samenwerking met dat en toen heb ik jullie gratis vakantie allemaal door de neus geboord. Omdat ik niet meer samen ging werken. Alleen jullie hebben wel de spullen gekregen. Nee. Ah, jij hebt sowieso een gratis vakantie, dus jij moet je mond houden. Je krijgt ook nog betaald, jij. Ja, ik zit hier betaald. Waarom zit jij hier? Waar is mijn sigaar? Vriend, ik wil aan het einde van de vakantie zo terugrijden zien met je keelontsteking. Bibberend op de achterbank, balend van het feit dat je voor hem bent gaan werken. Ik ben er alles van. Zilver die werkte, dat was 2 jaar geleden. Nee, Zilver eigenlijk weet je wat nu jouw baan is. En dit was de eerste week dat jij bij mij werkte. Ik ging met windsport en ik kwam met, ja, het was denk ik corona. Of een keer ontsteken. Het was hele hoge werkdruk. Hele hoge werkdruk. Ja, maar luister, er is een verschil tussen wat jij deed en wat ik aan het doen ben. Kijk, jij ging mee zuipen. Ik was net die gewoon thuis aan het editen terwijl jullie nog lekker toetje aan het eten waren. Hij is tenminste zelfstandig, jij niet. Hij is een ondernemer en jij hebt dat niet in je. Kijk maar nou, entrepreneur. Ik weet niet, hallo, het. Wat heb jij gedaan? Oh. Ik wilde niet wachten. Kijk, hier is een paadje. Dit is mijn unicorn. Gadverdamme, man. Deze moet dus 20 dagen in het water liggen voordat hij groot is. Ik dacht, binnen 2 uur is hij wel groot en dat is leuk. Morgenochtend of zo, weet je, kunnen ervan genieten. Blijkt dus niet zo te zijn, dus ik heb hem maar kapot gemaakt. Kijk deze hele week weer naar mijn vlogs om te zien hoe mijn unicorn groeit in mijn wasbak. Titel 0 van deze video. De unicorn is gegroeid. Yes!
dag 2. Ja, maar dat is wel de reden waarom jullie nu allemaal moeten abonneren en weer naar de vlogs moeten kijken. Dus als je het nog niet hebt gedaan, maar wel zover hebt gekeken, zet even het belletje aan. En dan krijg je elke dag een melding dat ik heb geüpload. En dan krijg jij een update van mijn unicorn. Goed, wij gaan... Wacht even. Wij gaan lekker slapen. Dit was ook mijn eerste dag dus weer vloggen. En we weten niet of we daadwerkelijk dit vol gaan houden, ja of nee. We gaan in ieder geval deze hele week vloggen. Dus laat me weten of je er zin in hebt, ja of nee. Timo die staat dus achter de camera en ik hou wat minder de camera zelf vast. Dus wat minder, misschien wat minder persoonlijk voor jullie. Maar ik vind het fijner om mijn handen vrij te hebben en zelf wat minder zorgen eraan te hebben. Zodat ik gewoon op andere dingen kan focussen. Dus laat me weten wat jullie ervan vinden. Dit was de eerste vlog en ik zie jullie morgen weer. Doei!